Nou hebben we een doosje. Ja, hallo lieve vrienden. Ik heb de stofzuiger in mijn hand. Ja, dat ik zal zo even proberen, zo snel mogelijk als ik kan, even te stofzuigen. Want ik heb nog maar een paar minuten, want er staat er eentje voor mijn deur. Of tenminste voor mijn neus. Ja, mijn nieuwe begeleidster die komt. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina. En de beestenboel, de hondjes zijn al uit geweest, dus ja. Dat komt allemaal goed, ja! Ik zou zeggen, hou vol goede moed en dan gaan we maar weer aan de haal met de stofzuiger met zulke bal. Ja, dus ik zou zeggen, kijk even gezellig mee. Ik moet trouwens ook mijn stokje eerst nog hebben. Ja, ook dat nog. Dan moet ik de stofzuiger leunen. Oh, nou is hij nog te hoog ook. Zo. Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ja, ik heb het stofzuigen nog mooi gewoon afgemaakt. En ja, mijn begeleidster die kwam, ja, die mogen niet op de film. En ik had wel de camera zo staan dat, ja, jullie hebben er binnen zien komen, geloof ik. Verder niet. Maar, ze is net weer weg. En moet ik eerst die stoel eventjes een beetje aan de kant hebben. Dan kan ik wat pakken. Ik heb wel een pakketje binnengekregen. Ja. Dus die gaan we zo even openmaken. Maar ik moet even wat aan de kant hebben. En ik moet een schaar hebben. Denk ik. Denk ik hoor. Niet zeker weten. Daar zit een doosje in. Nou, dit is ja. Even daar. Weg. Nou hebben we een doosje. Ja. Men haalt eruit een ring. Ja. Wow.
Zo. Dicht. Zo. Dan heb ik hier, en net zoals wat Karin al zei, maar dat wil je niet natuurlijk, maar het maakt niet uit. Hup. En ik moet niezen. Ja, ik moet niezen. Ook dat nog. Oké. Dat is wel ver uit elkaar. Maar ja, komt wel goed. Mijn neus die kriebelt. Even een briefje. Nou, wat hebben we allebei? Oei. Dat is een AB. Nu heb je jeuk, dan leer je dat. Instructies. Dan moet je weer via de tekening hebben, want het is dus... Kijk. Dan kun je telefoon in. Maar, ik leg hem even op de stoel, jullie het niet erg vinden. Nee, dan zien jullie het weer niet. Maar ja, dat komt zo wel. Dan doe ik eerst die weer eventjes dicht. Zo, dan moet hij daar naartoe. Dan moet ik even koekeloeren hoe dat nou moet. Dat moet daar, geloof ik. Daar is een gaatje. Zo. Ja, daar draai ik hem in. Ja. Mooi. En dan moet ik hem kantelen. Hup. Zo. Ja. Ja, hou, dat was mijn velletje. Voilà. Nee, blijf staan. Wow. Dan heb je hier. Jeetje, Maria, je ziet het amper. Het is ook donker in huis. Ja. Zo. Dat moet naar de computer toe. Ik zet jullie even... verder weg, dan zien jullie het beter. Hier kan dus de mobiel in. Moet die even kantelen. Blijf even zo staan. Even nog een keer kantelen. Kom jij even bij mij. Kan jij ook nog draaien? Ja, dat kan. Dan moet ik hem vastdraaien natuurlijk. Zo. Even kijken, is dat uit... Ja, dat is uittrekbaar. Goed. Zo. Ja, kom op. Zo. En je moet op de knopjes denken. En dat zal wel leeg zijn, denk ik, ja. Die moet naar de computer toe, dan heel licht. Ja. En even het zakje openen. Voilà.
kijken of er een batterijtje in zit. Moet je hem net maar weer open krijgen. En daar heb ik altijd problemen mee. Met die klepjes. Ja, er zit een batterijtje in. Dan is me net de vraag. Oh, wacht even. Zit er een plastic tussen? Nee. Nou, dan hoop ik dat hij niet leeg is. Want ook dat, dan is die kan niet leeggelopen zijn. Ze behoren er plastic ertussen te doen. Of los erbij leveren. En dan wil hij weer niet dicht. Ah. Ja, nou is hij dicht. Nou ja, er zitten twee knoppen op. En ook daar zit natuurlijk weer een boekje bij met buitenlandse gegevens. Kan niet anders, hè. En ultra klein. Ook dat nog. Moet je allemaal kunnen lezen. Kom maar nog van toe. Nou, dan mag ik een vergrootglas bij hebben, hè. Aha, aha. Dit is dus, dan moet ik het zo doen. LED, dat is een LED-lichtje. Er zit een klein dingetje, een klein puntje. Zien jullie dat? Ja, bij mijn duim. Dat is LED-licht. En dan heb je jeuk. En dan heb je button A, dat is die grote. Dan heb je button B. En dan heb je nog een klein knoepje, heel klein knoepje, aan de zijkant. Dat is of en aan. En natuurlijk de achterkant batterij. Mooi. Ja, nou ja, dan moet hij dus... ja, hij is mooi, hè. Hij is super. Super de super de super. Ja. Ja, en... moest weer bellen naar Vodafone voor mijn telefoon. Nou, ik, de overheid is weer lekker bezig. Mag de overheid niet die telefoon hebben die ik wou? Nee. Dus ik heb maar een andere gekozen die ik wel mag. Ja, kan er ook niks aan doen. Nee. Maar in ieder geval, ik ga ervoor zorgen dat hij het komt te doen. Ja. Ik moet hem aan de lader doen, want ik denk dat hij toch wel leeg is. Maar ja, je moet hem opladen via je PC, dus dag stroom ja, heen niet nodig. Stroom, ja, via de computer. Dus, hij kan via de computer. Ja, je hebt tegenwoordig ook van die stekkers, daar kan je die dingen ook op aansluiten. Ja, die ligt daar ergens op die stoel. Ja, nou, dat gaan we ook opzoeken. Want dit kan niet. Nee, dat gaat het er niet worden. Dat kan niet. Dat kan niet. Past er trouwens wel in. Maar hij zegt niks, hij doet niks. Ik heb hier trouwens ook nog een plus, twee pijltjes, eentje naar boven en eentje naar beneden, aan, en minimaliseren, ja, dus nog twee keer niks. Nou, ik ga even naar de computer toe, en die stoel weer aan de kant. En jullie moeten mee. Zo. Dan gaan we hier weer naartoe. Oh, ze hebben de stoel ook niet op zijn plek neergezet. Wow. Dan zetten we die hier. Dan zet ik jullie daar. Even koekeloeren. Jij daarin. Zegt niks. Normaal hoor je de Bluetooth horen op je computer. En ik moet toch ergens zien dat hij het doet. Een lichtje of zoiets.
is niet de controlelampie. Niet hier tenminste. Ja, hier. Controlelampie. Blauw. Nou, dan komen we wel uit. Hij moet hier weer vol wezen. Hij is niet vol. Nee, hij is niet vol. Maar ja, we wachten het af. Ja toch, kan niet anders doen. Nou, dan zetten we deze stoel even op zijn plek. Die moet eerst, die moet ertussen. Dan gaan we er tegenaan. Nou ja, dan hebben we hier belletjes, dingetjes. Dat was er één. Zo, en dan gaat die poot weer naar beneden. Oh, toestand. Ja. Leuk. Helemaal geweldig. Ik ben er blij mee. Enkel nou moet hij nog aan de praat. En zodra die het doet, dan komen we natuurlijk weer bij jullie terug. Ja, gegarandeerd. Ja, even zien. Jotere! Ik werd even kippig. Het doet zeer in je ogen. Ja. Dat moet ook leren. Nou ja, het komt allemaal goed. Hij is dus nog uit. Hup. Karen die heeft dus ook zo'n ding, Karen en Roderick. En ja, die hebben hem al een paar dagen geloof ik in huis. Twee tot drie dagen. Dus ja, die wennen er denk ik al aan. En Roderick die weet al welk licht ze het beste kunnen gebruiken. Dus allemaal. Goed! Ja, ik ben er blij mee. Ja, maar ik verwacht nog meer pakketjes. Dit was dan het ene, maar dit bedrijf werkt snel. Maar nou wacht ik nog op pakketjes van een bedrijf dat werkt niet zo snel. Nee. Mijn ring die zat niet goed. Maar, ach ja. Je weet het, als je bij dat bedrijf bestelt, dat je een maand kan wachten totdat je het eindelijk binnen hebt. Ja. Dus, maar het komt goed. Zeker te weten. Ik ga zo meteen proberen dat ding op tafel te zetten. Dat hij het redt vanaf de computer. Dan kan ik ook weer wat doen op de computer. Ik ga eerst even beginnen om weer een plaatje te maken. Godje. Daarna mijn hondjes weer even uit te laten. En dan een vlog in elkaar te zetten. Gisteren heb ik er twee in elkaar weten te zetten, dus ik ben weer bij. Ik moet deze camera leeg hebben, want anders heb ik straks weer niks op mijn dinges staan op mijn computer. Dus ja, het komt allemaal al goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Doe ik ook, probeer ik ook. Ik ga nog wel een bak koffie maken, waarom ook niet. En ik pak de koffie weer, ja. Lekker bakje koffie. Elwin ligt heerlijk te slapen op de bank. En Rijka die is op de vensterbank. Ja. Die heeft koud pootjes en die heeft een koud kontje. Ik weet het niet, maar... Rijka. Hoi meisje. Hoi kind. Moet je zo grapje doen. En moet je zo grapje doen. Nou, ik heb mijn plant moeten verhuizen. Want hij stond boven de kachel. En ik snap het niet. De vorige keer dat hij zo mooi bloeide, stond hij ook op dat plekje. Maar deze bloemetjes, die zijn bruin geworden. Ja, er is niks aan te doen. Nee, helaas, pindakaas. Dus die sterven af, deze twee. Ik
Kijk, gaat er alleen. Dag. Jammer. Maar het is niet anders. Dus iedere keer als ik ook in het kastje moet, moet ik hem weer verhuizen. Ik weet niet waar ik hem anders neer moet zetten. Hij moet licht hebben. Dus ja, dan maar zo. Toch? Maar ik ben er wel trots op. Nou, die dacht ik weg. Koffie. Lekker bakje koffie. Zo is dat. Oh ja, moest ik nog boodschappen doen? Ja, ik heb geen brood meer zowat. Bijna. Ja, nog één heb ik daar. Oh, nou ja, dan kan dat nog wel even wachten. Ik ken ook nog morgen. Ja. Even weer wat boodschapjes doen. We zien wel of het vandaag wat wordt of morgen. Ik weet het nog niet. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Nou, even testen. Want ik zit in het zonnetje. Ja. Allemaal verlichting om de camera heen. Ja, hoe doen we dat? Zeker te weten. Ja, en dan moet ik even switchen. Kijk wat hij doet. Geweldig, hè? En dan kun je hem nog minderen. Zo. Blijf leuk. Speelgoed. Hier even veranderen. Dit is gewoon wit. En dit is blauw. En dit is een crèmekleurig. Dus ja. Geweldig, hè? Je ziet het veranderen in mijn gezicht. Helemaal geweldig, ja! Toppie! En er zit er ook wel een AB bij om foto's te maken of wat dan ook. Maar dan moet je helemaal je Bluetooth sowieso aanzetten, dat is normaal. Maar ook moet je een app downloaden. Nou, daar heb ik geen zin in hoor. Ik doe het zo wel en wil ik foto's maken, dan is het, klik ik toch op een foto. Ja, ga ik een fotootje maken, simpel. Maar oké, ik ben er blij mee. Ja, deze is beter. Echt wel, en ik kan hem verder zetten. Maar dat is ook, daar kan je er amper in kijken. Zo sta ik geloof ik op vervelst. Dan zullen we weer switchen, ander kleurtje. En weer wit, dus wit. En dan blauwig. En dan zonneschijn. Wit, dat is gewoon overdag. En deze blauwe is de ochtendgloren. En deze is het zonnetje. Oh, nou ja, nee, de ondergaande zon. Ja, zo was het. Nou ja, helemaal leuk toch? Maar ik vind het niet zo prettig dat hij zo fel is. Dus ga je minder. Ja, toch? Ja. Of, kan ook. Hup, uit. Maar dan is het donker. Ja, maar het kan wel. Ja. Dus. Maar het is maar net wat voor sfeer je wilt hebben om je heen. Nou ja, voilà. Dat kan nu, lieve vrienden. Ben er blij mee? Ja, dat is, ik moet helemaal weer even wennen. Ik ben er niet aan toegekomen om een plaatje te maken of een vlog in elkaar te zetten. Maar dat komt nog wel. Want ik heb telefoon gekregen van Karen en Roderick. Die hebben mij wederom weer geholpen. Eerst mijn persoonlijke begeleidster en dan zou ik een telefoon krijgen van plastic. Nou ja, dat kreeg ik pas van Roderick te horen. En ik mocht van de overheid de telefoon niet hebben die ik wou hebben. Hetzelfde telefoon dan dat Karen heb. Karen heeft hem, ik niet. Oké, doe het op een andere manier. Doei! Ik heb het geannuleerd, maar hun kunnen, hij is al onderweg, zeggen ze. Ik heb hem vanmiddag beteld. Ik zou dus nou een andere krijgen die ik dan wel van de overheid mocht hebben. Nou, die heb ik maar weer geannuleerd, want bekijk het maar. Ja, kom op zeg. Maar oké, ik heb problemen met mijn schouderbandjes zo.
Ik heb lekker een bakje koffie gemaakt, dus ik ga een bakje koffie maken en ik ga dus voor de pc zitten en ik ga mijn eigen dingen lekker doen. Het is 16:27, dus 16:30 bijna. Nou, even een plaatje maken en dan kijken hoe ver ik daarmee vorder. En dan, ja, want ik moet ook weer een vlog voor 14 februari, Valentijnsdag, moet ik maken weer met plaatjes. Dat wil ik voor jullie ook weer doen. Dus ja, dat komt allemaal goed. Dan ben ik ook weer voor aan het sparen. Dus ja. Gaat helemaal goed komen, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen. Doe ik ook. Ja, en wees blij. Ja, alles gaat goed. Toppie toch? Ik ben daar weer blij mee. Dus het komt helemaal goed. Hij is ook steviger dan dit ding, hè? Ja, dit was die tripod, weet jullie wel? Nou, deze poot, dat is, hier, die valt alweer naar beneden, ja. Die is zo lang al, ja, je hoeft hem maar op te pakken en hij valt naar beneden. Dus ik denk van, mooi als je dus weggaat en je moet vloggen, dan kan je die meenemen. Naar Mary toe of naar Marianne toe, deze meenemen en dan de mobiel. Ja, en dan kun ik deze thuis laten of ik moet daar ander licht creëren. Maar zoals bij Marianne, die is kunstenares, dus die heeft denk ik wel goed licht daar. Ja, moet haar wel, hè, want anders kan je niet schilderen. Dus ja, dat komt allemaal goed. En het staat hier aangesloten, ik moet het enkel daar eens even weer beter fatsoeneren. Want het zint me daar niet echt helemaal zoals het daar hangt en staat en doet. Maar dan moet ik de eethoek uit de hoek vandaan hebben, even de ruimte in. En dan moet ik maar even zien hoe we dat moeten hebben. En anders moet ik maar even iemand chatteren die mij daarbij kan helpen. Ook zal ik even weer iemand een appje sturen van hallo, jij had mij een link gegeven van een hulporganisatie of ja, weet ik veel, dat heet het. Ja, dat zijn mensen die doen gratis iets voor jou, maar dan kan je bij wijze van spreken van nou, even eens een keer mee kunnen, hè. Dus dat kan dan kan je dan dat zo op die manier doen. Ja, of pak een check of wat dan ook als het een roker is. Nou ja, zo wil ik dus, moet ik even die site hebben en dat weet ik niet meer. Dat moet ik even dus weer navragen. Maar dat komt goed, ik zou zeggen lieve vrienden, tot later en geniet. Tot dan.